kalochus in osobine stan moje fotos. Nou, Oud Sabbing in zwart-wit is een openlucht fototentoonstelling. En het zijn bijna allemaal foto's van heel lang geleden. En we hebben geprobeerd om ze zoveel mogelijk weer neer te zetten op de plek waar destijds de foto gemaakt is. En hier achter mij zie je een foto van de school die hier op de ring van Oud Sabbing heeft gestaan. Vanaf ongeveer 1870 tot 1970. En die school is gesloopt. En ja, dit is gewoon een van de herinneringen aan die school. En ook een beeld van hoe de ring van Oud Sabbingen er vroeger uit heeft gezien. Nou, dit is een bijzondere foto. Die is gemaakt najaar 1944 tijdens de bevrijding van Zeeland. En hier zien we de eerste tank, de ring van Oud Sabbingen, op komen rijden. Een Canadese tank. En die foto is destijds gemaakt door de dochter van het schoolhoofd. En het is voor zover ik weet de enige foto van Oud Sabbingen die gemaakt is tijdens de Tweede Wereldoorlog.